Welkom bij Bollenstreek van Toen, een programma dat wij maken met historische verenigingen en instellingen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Bollenstreek. Vandaag is de gast Koen Marijt, oftewel Koen van Toen. En we gaan praten over een, wat mij betreft, interessant onderwerp, maar ook een beetje precair en ook heel actueel. Welkom Koen. Dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over foute mensen, foute mannen in de oorlog. En we zeggen het maar helemaal even rechtstreeks. Ja. Want het zijn mensen die voor anderen gingen werken dan Nederlanden, zullen we maar zeggen. Ja. Om het netjes te zeggen. Ja. Ja. Een heel actueel onderwerp, want er is net een oorlog gestart. Mm-hmm. Zijn er parallellen? Wil ik toch aan het eind misschien even horen. We gaan eerst naar jouw verhaal luisteren. Maar bij het woord fout bekruipt mij dan altijd van, fout, hè? Ik bedoel, wat is fout? Ga ik ook graag van je horen. Ja. En ook, als je in een oorlog zit, je ziet het nu ook, dan is ook de waarheid in oorlog. Hè? Klopt. Want Klopt. We weten nu al dat fake nieuws, al die fake beelden. Dat was er natuurlijk niet in de Tweede Wereldoorlog, want daar ga je het met name over hebben. En hoe is dat dan in de oorlog geweest? Dat wil ik dan al. Hè? Er komen allerlei vragen op, terwijl ik aan het voorbereiden was. En ook, we zijn nu 75, 80 jaar verder. Nou, dan worden er misschien wat dossiers geopend. Mm-hmm. Er wordt wat meer duidelijk. Jouw interesse ging eruit van waarom doen mensen dat nou? Het is misschien ook maar goed dat we het ver voorbij die oorlog allemaal op een rij hebben. Want die mensen en die families, die krijgen er natuurlijk flink te verduren. Ja, lijkt mij. Dat klopt. Ja, dat maar goed, klopt. Horen we ook allemaal van je. Dus begrijpt. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen met die vragen leven, hebben geleefd. Mm-hmm. En jij wilde je daar in verdiepen. Waarom wilde je dat? Nou ja, ik doe natuurlijk al een hele lange tijd onderzoek naar Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog. Ja. De geschiedenis van Noordwijk, maar ook die Tweede Wereldoorlog, die interesseren mij ontzettend. En goed dat je dat al aangeeft net, hè, wat is fout? En er wordt altijd gesproken van fout. Hij was fout in de oorlog. Fout in de oorlog, goed en fout. Ja. Zwart en wit, zwart-wit denken. Ja. Dat is eigenlijk ontstaan tijdens de oorlog al, maar ook direct daarna. En dat intrigeerde mij, want als jij bij de NSB zat, of jij koos ervoor om in Duitse dienst te treden, want dat is het onderwerp waar we het vandaag ook voornamelijk over zullen gaan hebben, dan was je fout. En als jij in het verzet zat, of je deed iets wat de Duitse bezetter niet zinde, dan was je goed in de ogen van heel veel Nederlanders. En het intrigeerde mij, omdat ik tijdens mijn onderzoek naar Noordwijk en die Tweede Wereldoorlog heel veel grijze gevallen ben tegengekomen. Dus mensen die vanwege privéredenen, mensen die dachten, ik heb een bepaald ideaal, ik heb een groot gezin, dat moet ik onderhouden. Die kozen ervoor om voor de Duitsers te gaan werken of om in Duitse dienst te treden bij diverse militaire onderdelen, om het zo maar even te zeggen. En dat interesseerde mij ontzettend, intrigeerde mij om na te gaan wat nu hun beweegredenen waren. Vaak wordt er gesproken over net na de oorlog of tijdens de oorlog al, iemand was fout omdat hij sympathisant was van Hitler, sympathisant van de NSB. Maar daar zit er heel veel gevallen tussen die gewoon kozen simpelweg voor brood en spelen. Of mensen die een bepaald ideaal hadden of geloofden wat mensen zeiden in die tijd. Precies. Wat je net ook terecht aangeeft. In een oorlog sneuvelt de waarheid altijd als eerste. Precies. En middels propaganda proberen de verschillende partijen doelgroepen te overtuigen en De media speelt een hele belangrijke rol. Wij moeten als journalisten zo neutraal mogelijk zijn. Klopt. En ook dat is natuurlijk weer de vraag. Hè. Je probeert als journalist zo neutraal mogelijk te zijn. Wij hebben gelukkig in Nederland, om het even actueel te trekken, hebben wij natuurlijk een omroep en hebben wij journalisten die proberen zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn. Maar het lukt niet altijd. Op het moment dat je kijkt naar die verschrikkelijke oorlog die op dit moment gaande is in Oekraïne, wij krijgen heel veel beelden die toch wel gekleurd zijn, althans. Hè, die zijn vaak pro-Oekraïne. Ja. En de berichten die gaan over Rusland zijn vaak anti-Rusland, anti-Poetin. En daar moet je een beetje een balans in kunnen vinden. En proberen daar achtergrondinformatie over te vinden ook. Hè? Ja, en wij hebben geluk dat wij verschillende mediakanalen hebben om dat te kunnen fact-checken. En internet is nog open. We kunnen overal die achtergrondinformatie vinden. Ja. In alle landen. Klopt, ja. En gelukkig kan dat wel. Alleen in die tijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, kon dat niet. Dus hetgeen wat in de kranten werd geschreven of wat via de radio naar buiten kwam, dat nam men
vaak voor de waarheid aan. En zodoende kon het dus ook zijn dat op het moment dat de NSB in de jaren 30, begin jaren 30 opgericht door Anton Mussert, dat hij het economische crisis in Nederland, ook economische crisis in Noordwijk, dat hij verkondigt in die beginjaren van die begin jaren 30, dat hij verkondigt om Nederland uit het slop te trekken, om het economisch weer goed te laten maken, goed te laten worden, dat er heel veel Nederlanders, maar ook heel veel Noordwijkers zijn die denken, dit is een beweging, tuurlijk. Het is geen partij, maar het is een beweging, die zegt, die het beste met ons voor heeft. Ja, en dat kom je dus ook tegen in de dossiers die in Den Haag liggen, het archief van de bijzondere rechtspleging. Daar kom je dus al die verhalen kom je van mensen tegen. En tijdens dat onderzoek naar Noordwijk en die Tweede Wereldoorlog kwam ik op een aantal van die verhalen terecht. En toen dacht ik, ik wil daar meer van afweten. Dus ik ben naar Den Haag gegaan, het Nationaal Archief in Den Haag. En daar liggen meer dan uit mijn hoofd 300.000 dossiers van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog dus, laat ik even zeggen, de verkeerde kant hebben gekozen. Even, want we zijn voorzichtig, hè? Dat is ook goed, fout en verkeerd. Ja. En, maar waren het, want je zegt net, mensen waren goed gelovig. Er is ons dit beloofd, hè? Een beter leven. Ja. Maar waren het vooral jonge mensen? Waren het naïeve mensen? Het is van alles en nog wat. Ik heb een aantal lijsten kunnen vinden van Noordwijkers. Als ik het specifiek betrek op Noordwijk. Een aantal Noordwijkers die net na de oorlog opgepakt zijn. Ook een aantal berecht zijn vanwege hun handelen tijdens die Tweede Wereldoorlog. Tijdens die bezettingstijd. Ja. En daar zit mensen bij die 60 jaar oud zijn. En er zitten jonge gasten tussen die 18, 19, 20 zijn. En die als soldaat naar het Oostfront trekken om daar bij de Waffen-SS dienst te nemen en daar te gaan vechten. Er is een prachtig boek verschenen. Je hebt het bij, laat het even zien. Ik laat hem ook, ook zien. Veldgrauw, Nederlanders in de Waffen-SS. En dit is een prachtige studie. Ik heb hem nog niet helemaal tot het einde kunnen lezen. Mm-hmm. Maar het geeft een prachtige studie om ook die beweegredenen van die mensen te laten zien. Te weerspiegelen van waarom neemt men nu dienst? En is er een bepaalde tendens te zien. Zijn het voornamelijk katholieken of juist protestanten? Of zijn het mensen die gestudeerd of aan de, juist in de hele lagere klasse, noem maar op. En eigenlijk is daar een soort lijn in te vinden dat er niet echt geen lijn is. Er is een lijn dat er geen lijn is. Zo zou je het een beetje kunnen zeggen. En ik moet nog aan het einde komen. Dus de conclusies die ik nu trek zijn voorzichtig. Die zeg ik alvast bij. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Gestapo in Duitsland zelf. Het zijn niet zozeer de mensen met een lage IQ of et cetera die daar dienst nemen of die daarvoor gaan werken. Mm-hmm. Het zijn ook vaak jongens met hoge IQ's, mensen die gestudeerd zijn, et cetera. Die een bepaald ideaal, een bepaald beeld hebben en die daarom kiezen voor dienst nemen bij de Waffen-SS of een andere Duitse eenheid. Dus daar zijn is niet ambitieuze echt mensen. Ja, er zijn avonturiers. En dat is dan ook weer het lastige, omdat dit is best wel een zwaar en beladen onderwerp. Maar avonturiers, dat klinkt dan eigenlijk gelijk heel heldhaftig en avonturierlijk. Ja. Dat zien we door de loop van de geschiedenis zien we dat terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de middeleeuwen, de kruistochten in Jeruzalem onder andere. Dat waren vooral jonge knapen die er naartoe gingen en die hoopten rijkdom te vergaren, roem te vergaren. Echt de avonturiers van die tijd. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat ze ook gewoon aan het vechten waren. Ja. Ze waren gewoon vechten, ze waren elkaar aan het uitmoorden. En hetzelfde geldt voor de jongens die uiteindelijk naar het Oostfront gingen. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. En er zijn een aantal zaken die je op een rijtje kunt zetten. Mensen gingen voor het avontuur, dat zit er ook echt wel in. Mensen gingen voor hun idealen namens de dienst. Simpelweg voor brood. Men had armoede, een groot gezin, 5, 6, 7, 8 kinderen. De man had geen werk. In Nederland in die tijd, ook tijdens de bezettingstijd, was het niet altijd even rooskleurig wat betreft jaren 30 sowieso niet. Maar ook tijdens bezettingstijd niet. Ja. Sommigen kiezen voor privéredenen. Er gebeurt iets in de privésfeer, familiair, waardoor ze besluiten, ik pak mijn biezen, ik laat mijn huis en haard achter om maar mijn vlucht naar voren te roepen. Als niemand van me houdt, dan ga ik dat doen. Bij wijze van, en dat zijn allemaal verhalen die je dan tegenkomt. Wow. Ja. Hoeveel fouten waren er in Noordwijk? Er zijn een aantal lijsten. Ik heb hier ook eentje meegenomen. Ja. Ik ben die lijst tegengekomen tijdens een van mijn archiefonderzoeken. Toen is ook mijn oog erop gevallen. Dit is een lijst met circa 90 personen die dus hun Nederlandschap verliezen. Dat was in die tijd zo. Je verloor je Nederlanderschap. Wat betekende dat je geen paspoort kreeg. Je kon niet gaan reizen.
En je verloor ook je stemrecht. Zowel om je verkiesbaar te stellen als ook te stemmen. En dat was een van de maatregelen die werd ingesteld net na de Tweede Wereldoorlog, net na de bevrijding. Om in die tijd werden ze gezien als fout, om de foute Nederlanders te bestraffen. En die lijst met ongeveer 90 personen, daar staan dus voornamelijk mannen staan erop. Er is ook nog een andere lijst. Dat is een lijst met Noordwekkers die zijn opgepakt. Net in die meidagen van 1945. Dat zijn er ietsje meer. Iets van 120 of 130. Dus ik denk zelf dat er iets van, laten we zeggen, ruim 200 mensen in Noordwijk waren. Of die inwoners waren van Noordwijk. Die uiteindelijk ervoor hebben gekozen om in Duitse dienst te treden. Ja. Vrouwen? Vrouwen, ook vrouwen. Voornamelijk vrouwen die een man hadden die al iets bijvoorbeeld deed bij de NSB. Of vrouwen, dochters van vaders die iets bij de NSB deden of bij een ander onderdeel of een Duits onderdeel. En die dan aanpapten, om het maar even zo te zeggen, met Duitse soldaten die in Noordwijk gelegerd waren. Daar kom je ook een aantal verslagen van tegen. Oh, ja. Dus het is eigenlijk van alles en nog wat. Van alles en nog wat. Nou, je hebt ook plaatjes meegenomen. Ja, ja. Je hebt nog een boek bij je en daar de voorkant daarvan, daar heb je een plaatje van. Ja. Dat is Ook Gij Behoort Bij Ons. Ja, het prachtige oud-Hollands of oud-Nederlands. En dit zijn dus de propagandaposters die mensen moesten overtuigen om dienst te nemen bij de Duitsers. Nou, en hingen die dan achter ramen of in de stad? Die liggen voornamelijk, aan van die soort billboards. Ja? Zoals nu de verkiezingen inderdaad zijn. En ze hingen op stations. Nou, ze hingen eigenlijk overal. Niet zozeer, althans bij de meeste niet, dit soort platen bij de mensen thuis. Want dat zou natuurlijk een bepaald... Ja, en zeker in een dorp als Noordwijk... Ja, daar werd dat niet echt aangemoedigd. Er zijn wel afbeeldingen hoor, bekend van huizen waar het gebeurde. Maar dan gaat het meer om de winterhulp. Een ander, iets wat sympathiseert met de NSB en de Duitse bezetter. Maar deze over het algemeen niet. En met deze posters probeerde men dus de Noordwijkers ook bij die NSKK te krijgen. Wat is NSKK? Ja, de NSKK is een beetje een onbekend onderdeel... Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de Waffen-SS of bijvoorbeeld de Kriegsmarine of organisatie TOT, dat zijn de bunkerbouwers. De NSKK was een paramilitaire organisatie, opgericht in Duitsland al in de jaren 30. Om eigenlijk de mensen, de burgers, meer met het vervoer en het vervoerswezen bekend te maken. Dus ze gaven cursussen, hoe repareer ik een auto... Duitsland in die tijd was vrij vooruitstrevend, want die beloofde aan elke inwoner een auto. Nou ja, uiteindelijk is dat niet gebeurd en is alles naar het Duitse leger gegaan. Maar dat beloofden ze en ze probeerden op deze manier mensen te onderwijzen en te onderrichten. Dat was de basis. Nou, dat is positief. Dat was positief. Een soort technische opleiding. Ja, dat was positief, dat was de basis, maar dat is allemaal gebeurd in vredestijd, in de jaren 30. En op een gegeven moment breekt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog uit. En dan zie je dus dat dan de achterliggende gedachte van die NSKK eigenlijk meer is om mensen bekend te maken met vervoer, maar ook die mensen in te zetten als chauffeur. En dat is eigenlijk waar ze hiervoor reclame maken. Oude... Ja. En dat is dus wat ze ook doen. Ze prachtige auto, prachtige uniformen laten zien. Een blije man. Hè. Ja. Neem dienst bij ons, dan ben je een blij persoon of dan word je een blij persoon. Aanzien hè, met een auto. Ja, en ook. Pak aan. En dat is dus zoals ze probeerden de mensen te overtuigen om dienst te nemen. En de NSKK zie je dus ook terug op die lijsten dat er Nederlanders zijn of Noordwijkers zijn die dus dienst nemen bij die NSKK. Blijft dat dan bij chauffeuren alleen? Wordt er dan meer van ze verwacht? Voornamelijk chauffeuren, dat is wat ze moeten doen. Maar je kan je voorstellen, ze blijven niet alleen in Nederland. Ze worden ook ingezet aan het Oostfront. En ook aan het Westfront, na de inval op 6 juni 1944 in Normandië. Dan worden ze ook aan het front ingezet. Niet direct aan het front, maar vaak daarachter. En dan krijgen ze ook een wapen mee om zichzelf te bewapenen voor het geval dat ze de vijand tegen zouden komen. Dus er wordt wel iets meer van ze verwacht dan alleen simpelweg gezegd chauffeur te zijn. En dat gaat dan vaak heel geleidelijk natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Kun je misschien ook dat? Dat zie je bij veel van die onderdelen. Dat het geleidelijk begint. Je zegt meerdere onderdelen. Ja. Dat betekent dat er heel wat clubjes waren Klopt. Ja, dit is een van de bekendste. Nederlanders, voor uw eer en geweten op tegen het bolsjewisme.
De Waffen roept u. Ja, de Waffen SS. Ziet heel dreigend uit, hè? Ja, klopt. Ja. En dat is ook een van de advertenties en ook de slogans die werd gebruikt. Voor uw eer en geweten tegen het bolsjewisme. Bolsjewisme, de communisten in Rusland. Zo werden de Sovjets natuurlijk ook gezien. Gemaakt, ja, ook als nu. Ja, ook zwart gemaakt. En de communisten, ja, daar waren gewoon heel veel Nederlanders die daar niet zoveel mee hadden. Die waren daar echt simpelweg tegen. Hè. Nederland, kapitalistisch land. De communisten, het welbekende gevaar uit het oosten, het rode gevaar, daar was men bang voor. En de Duitsers speelden daarop in en die zeiden van nou, wij zijn in oorlog. Vanaf juni 41 waren zij in oorlog met de Sovjet-Unie. Wij zijn in oorlog met de Russen, wil je je steentje bijdragen? Kom bij ons en help het bolsjewisme te verslaan. En je ziet dus dat er heel veel Nederlanders zijn. Om en nabij 25.000 Nederlanders die dienst nemen bij de Waffen-SS om te vechten tegen de Russen, die ook daadwerkelijk aan het Oostfront hebben gevochten. Sommigen ook weer dat avontuurlijke, die denken, hey, ik heb weinig te doen en ik ga vechten. Maar toch veelal die voor ideaal, die echt tegen de bolsjewisten zijn, die tegen de communisten zijn, om daar strijd te leveren. En je ziet dus ook de lijst die wij hebben, dat daar heel veel vaak SS achter staat. En dat zijn dus de jongens die dus daadwerkelijk aan het Oostfront hebben gevochten. En dat is het. Er zijn natuurlijk ook Noordwijkers dan gesneuveld. Er zijn Noordwijkers gesneuveld, er zijn Noordwijkers vermist geraakt. Daar komen we zo meteen nog op. Maar dat is het grote verschil. Je had in Duitsland had je de Wehrmacht, eigenlijk de landmacht om het zo maar te zeggen. En je had de Waffen-SS. Bij de Duitse Wehrmacht mochten alleen Duitsers dienst nemen. En bij de Waffen-SS werd op een gegeven moment gewoon de deur opengezet voor iedereen die wilde. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met het conflict of de oorlog waar we nu in zitten, Oekraïne en Rusland. De overheid van Oekraïne heeft opgeroepen aan iedereen die maar wil, neem dienst in ons vreemdelingenlegioen. Hè. Wij richten die op. Iedereen die wil, die mag vechten. En dat was in die tijd een beetje hetzelfde. Dus je mag vaak geen vergelijkingen maken tussen het verleden en het heden. Maar je kan wel bepaalde parallellen kan je zien. En dit is dus ook een van de parallellen die mij de afgelopen week wel is opgevallen. En dan gaat het niet dus om Oekraïners in Nederland die mee mogen doen met het Vreemdelingenlegioen, maar ook echt Nederlanders. Ja, Nederlanders, Engelsen. Ik zag laatst op de BBC zag ik een Brit die zich ook had aangemeld bij de ambassade van Oekraïne in Londen. Om te gaan vechten in oorlogsgebied. En dat was ook bij deze jongens dus het geval. Ze worden met mooie praatjes worden ze opgeroepen. Er is één vijand, die moeten we verslaan. En de mensen die dan in Nederland zitten, die eigenlijk geen oorlog hebben meegemaakt. Ja, ze hebben 5 dagen oorlog in mei 1940 meegemaakt, maar niet echte oorlog. Die denken, wij gaan naar het Oostfront toe. En wat er dan gebeurt aan het Oostfront, ja, dat is niet met geen pen te beschrijven. Nee, dat is moord en doodslag. Dat is een verschrikking. Dat is echt verschrikking. Dus sommige jongens worden ook, en dat lees je ook in brieven, lees je dat terug, dat ze melden zich aan. Ze zijn enthousiast. Een mooi uniform krijgen ze aan. Wordt iets wat geromantiseerd tijdens hè? Tijdens de training verandert dat beeld al een beetje. Zijn er een aantal die terug willen. Maar ja, ze hebben getekend, dus ze kunnen niet terug. Ze mogen niet terug, want dan ben je deserteur. En dan komen ze aan het Oostfront. Ja, en dan, dat is de hel. Dat is echt de hel. Ja, en dat is een beetje het verhaal ook wat gaat over die Tweede Wereldoorlog. De strijd aan het Oostfront is zo gehard. Nog geharder eigenlijk dan later aan het Westfront. Men is goddeloos. Men gaat over grenzen heen waar je als normaal denkend mens niet overheen zou gaan. En dat gebeurt daar aan het Oostfront. Gewetenloos eigenlijk. Ja, gewetenloos. Ja, 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 ja. Ja. Je zegt er is correspondentie dus. Klopt, dus ja. Mensen schreven naar huis. Ja. En daaruit weten we hoe eng en zwaar. Ja. En, ja, ja. En ook in Noordwijk? Is daar in Noordwijk ja, ook correspondentie? Ja, zeker. Ja, wat ik gezien heb tijdens het onderzoek, want op een gegeven moment ga je natuurlijk wat verder in verdiepen. Ik ben ook van plan, dat was eigenlijk het plan 2 jaar geleden, om een lezing te gaan geven, Noordwijkers in Duitse dienst. En dan eigenlijk ook met de ondertitel, ja, goed of fout, hè, wat kan je daaraan geven? Het is heel lastig, een zwaar onderwerp. Ja. Maar dan zie je ook dat in Noordwijk is ook een Noordwijkse tak van de NSB. NSB, een landelijke beweging, maar ook in Noordwijk is er een tak van. En er zijn ongeveer 100, 115 mensen zijn daar lid van. En die schrijven brieven naar jongens van de Waffen-SS, van de NSKK, et cetera, die aan het front dienen. En zij houden elkaar op de hoogte. Ze kunnen niet te veel vertellen.
Dat zie je ook in de brieven terug die ik heb geraadpleegd. Ze kunnen natuurlijk niet vertellen, ja, ik ben Jantje en ik zit daar aan het oostfront. Want mocht die brief onderschept worden, dan weet men, hey, dat zijn de eenheden, ja. Daar zitten ze. Ja. En ze mogen ook niet vertellen met hoeveel eenheden ze zitten, wat voor materiaal ze hebben, et cetera, et cetera. Want dat is allemaal natuurlijk geheim. Maar ze schrijven dus wel hoe de strijd eraan toe gaat en hoe hard het is. En je leest dus ook dat het moment dat ze een brief aan het schrijven zijn, dat ze dan even erbij zeggen, oh, ik stop nu even met schrijven, want het alarm gaat af. Of ik hoor gedreun, dus ik moet nu weer mijn loopgraaf in. En dan gaat hij later verder. En dan zie je ook het kleurenverschil qua, nou ja, vaak met potlood, ook wel met pen, dat geschreven werd. En dat zie je dus allemaal terugkomen in die brief. Maar dat dat bewaard is gebleven, ja, dat is toch wonderbaarlijk? Ja, ja. Ja, er zijn gelukkig zijn er heel veel ego-documenten, zoals dat dan heet. Dagboeken, brieven, et cetera, zijn bewaard gebleven. Het fijne van dit is dat die brieven, die werden vanuit het Oostfront, werden die met veldpost, zo noemde men dat, werd het gestuurd naar familie. En die familie die hielden die brieven natuurlijk bij, ook als aandenken, maar ook als houvast. Mijn zoon, die is er niet, maar ik heb wel zijn brief, zijn laatste brief. En men wachtte ook en men hoopte ook elke keer een brief te ontvangen. En altijd maar afwachtend of hij nog terugkwam van het front. Ja. Ja, zo. Dan zien we hier twee mensen. Ja, mannen. Klopt. Ja. Eén in uniform en één met een mooi pak aan. Ja, dit zijn vader en zoon van der Voort. Tijdens dat onderzoek naar die Noordwijkers in Duitse dienst kreeg ik contact met iemand in Noordwijk. Dit is zijn neef. Die man die ik heb gesproken, die leeft gelukkig nog. En die had een heel dossier opgebouwd. En die had al die brieven gekregen. En die had ook contact gezocht met historici, et cetera. Om het verhaal van zijn neef uit de doeken te doen. Omdat het een heel bijzonder verhaal is. En hij wilde gewoon er meer van weten. Het is uiteindelijk familie. En familiegeschiedenis is natuurlijk heel indrukwekkend. Ik kan heel interessant zijn. En hij wilde daar meer van weten. En op een gegeven moment ben ik met hem in contact gekomen, met die man. En hij kwam met een aantal foto's en met de brieven. Hij had alles verzameld. Echt prachtig. Echt, wow. Echt, ja, echt. Daar wordt een historicus, wordt daar heel blij van. Eigenlijk heel liefdevol dus. Ja. Terwijl het een foute. Ja, ja. En kijk, en dat is natuurlijk waar, dat is waar veel families en ook nog mee zitten. Hè. De oorlog is nu, laten we zeggen, bijna 80 jaar geleden afgelopen. Die strijd gaat nog steeds door binnen families. Ja. En er is nog steeds, dat hoorde ik ook laatst, in het dorp, er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, die zijn fout, die zijn goed. Ja. Dat heb je niet alleen in Noordwijk, maar dat schijnt ook elders in Nederland te zijn. Ja. En dan ben je 80 jaar na de strijd, na die Tweede Wereldoorlog, leeft dat nog steeds door. En dat is ook een beetje de nuance die ik wil aanbrengen. Tijdens dit interview, tijdens deze uitzending. Het is een grijs gebied. Natuurlijk zitten, want er zitten ook lijsten bij, en er zijn dossiers bij die ik heb gelezen. Daar zitten mannen bij, die zijn inwoner van Noordwijk en die verraden echt, iedereen. Die zouden zelf bij wijze van hun eigen vader of moeder nog verraden. Slechte voor mensen. Echt hele slechte mensen zitten ertussen. Slechte mensen, ja. Maar er zitten ook mensen bij die zijn heel meegaand. En die zijn schapen die de kudde volgen. Die heel makkelijk beïnvloedbaar zijn. Sommigen ook echt wel iets lager IQ hebben. Die alles maar geloven wat er gezegd wordt en die zich ook daarvoor aanmelden. En dat kom je dus allemaal tegen in die dossiers. Dus je had ze in alle soorten en maten, ja, de vrouwtrekker. Ja, ja. En deze was, hij ziet er wel uniform aan, maar ziet er niet slecht uit. Nee, ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ja, dit is Piet van der Voort. En Piet van der Voort is de enige zoon van het echtpaar van der Voort. Zij hebben een café-restaurant, daar kunnen we straks ook nog een foto van laten zien. Café-restaurant Victoria aan de Grent, wat nu de Grent is. Piet die gaat naar een internaat, een kostschool, internaat in het zuiden van het land. Wordt daar katholiek opgevoed, uit mijn hoofd door de paters die daar zitten. En de katholieken zijn, zo heb ik dat begrepen, die zijn anti-bolsjewistisch. Die zijn tegen de bolsjewisten, die zijn tegen de communisten. Dus hij wordt met die manier wordt hij daar opgevoed, hij krijgt daar onderwijs, et cetera, en hij krijgt die opleiding. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Piet is dan nog te jong om dienst te nemen. Maar die besluit wel later, tijdens die bezettingstijd, om dan maar dienst te gaan nemen bij de Duitsers om tegen die Russen te vechten. Ja. Tegen de Sovjets, tegen de communisten te vechten. Ja.
En het interessante aan zijn verhaal is dat hij al die brieven heeft geschreven vanaf het Oostfront, eigenlijk vanaf het begin van de oorlog daar in Rusland, uit mijn hoofd iets van 42, tot uiteindelijk hij zijn laatste brief februari 45 schrijft en dan vermist raakt rond de slag om Berlijn. Een heel interessant verhaal, omdat ook de neef van Piet van der Voort heel uitgebreid onderzoek heeft gedaan, samen met andere historicus, van waar is hij nu precies geweest? Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij meegemaakt? Wat heeft hij gezien? En hij staat hier dus in zijn uniform. Maar hij heeft dus geen graf? Hij heeft geen graf, nee. En dat is dus ook het trieste van dit verhaal eigenlijk. Zijn vader en zijn moeder waren NSB-sympathisant. Maar hebben we daar dat plaatje van? Als het goed is wel, ja. Dat is deze? Ja, dit is zijn vader en zijn moeder. Zit tussen zijn ouders in? Ja, en het interessante is dan ook dat zijn vader en moeder waren NSB-sympathisant. Zij hadden het café Victoria, waar ook tijdens de bezettingstijd in Noordwijk veel Duitse soldaten over de vloer kwamen. Hebben we ook een plaatje? En dat werd niet altijd in dank afgenomen. Dat is dit. Het staat er nog steeds, alleen in iets andere vorm op dit moment. Maar het bestaat nog steeds. Dus links café-restaurant Victoria. En Piet gaat dus vechten aan het Oostfront. En vader en moeder die blijven achter. Die schrijven brieven. Die hopen dat hij terugkomt. Hij komt een aantal keer terug met verlof. Maar uiteindelijk raakt hij dus vermist in de strijd van Berlijn. Een van die laatste foto's is inderdaad met zijn vader en zijn moeder. En dan zie je hem. Een soort wezenloze blik in zijn ogen. Ja. En dat denk ik, daar hadden we ook kort ook over gehad. Is dat hij heeft natuurlijk in 1942-43 is hij naar het Oostfront gegaan. Die strijd was daar hard. En je ziet eigenlijk door de foto's heen, zie je zijn blik veranderen. Hij heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft op zijn uniform een drietal onderscheidingen zitten. Een verwoendenabzijtje, dus hij is gewond geraakt. Een aantal keer verwond geraakt door een granaatscherf. Hij heeft ook het IJzeren Kruis tweede klasse. Daar hebben we ook voor mij nog een document van om te laten zien. Ook in het archief gevonden. Was dat niet dit, hè? Nee, eentje terug als het goed is. Deze. In namen des Führers. Ja, dit is dus het IJzeren Kruis tweede klasse. En dat werd dus gegeven. Er zijn verschillende medailles voor moed en strijdlust. Nou, die heeft Piet dus ook gekregen. En dat is wel Peters van der Voort. Het is allemaal bewaard gebleven. Dit is overigens in een archief in Leiden. Dus het heeft niet het Nationaal Archief en heeft ook niet de familie van der Voort. Maar dit is echt in het. Dus je ziet dat zo'n. Zo'n archief raakt verspreid over verschillende instellingen. Ja? Is in principe helemaal niet erg als het maar bewaard blijft. Dat is het belangrijkste. Wat een uitzoekerij, hè? Ja, zeker. En hij ontvangt deze in 1944. En hij zit dus op die foto met zijn vader en zijn moeder. En je ziet die blik in zijn ogen. Ja. Wetende wat hij heeft meegemaakt aan het Oostfront. Strijd met Russen, strijd met partizanen, groepen verzetsgroepen achter de linies. Ellende, om het zo maar te zeggen. Geen eten, geen drinken, hongersnood. Het zit er allemaal tussen. En natuurlijk het oorlogsgeweld. Maar ja, hij koos er wel voor om in die dienst te treden. En dat maakt het zo'n interessant verhaal. Is hij dit ook? Ja. Dit is weer een andere foto? Ja, samen met zijn vader staat hij op de foto. En op deze foto, dan lacht hij nog. Dan is hij heel jong dan ook is nog, hij, ja, dan is hij terug van verlof. En die andere foto die we net hebben gezien, dat is echt de een van de laatste foto's die van hem bekend is. Dus we hebben deze, Ja. En dan nog tussen zijn ouders. En dan hebben we nog tussen. Hebben we deze ook nog. Ja, dit is iemand anders. Oh, dat is iemand anders. Dat is iemand anders. Nou, dat doen we zo dan. Oké, dus dit hebben we nu. Dit is het hotel. Ja. Of wat is het? Hotel, café-restaurant Victoria op de grens. Dus daar woonde hij? Waar kwam hij vandaan? Samen met zijn ouders. Ja. Oké, dan heb ik even een beeld. En dan. Is het verhaal met Van der Voort? Ja, het is allemaal wel bewaard ook. Ja, het verhaal is. Dat zei ik aan het begin, dat het is toch een soort liefde dan voor de jongen. Hij is er niet, maar in ieder geval de post en de spullen. Ja, en zijn ouders die hebben nog een poging gedaan. Die zijn net na de bevrijding geïnterneerd geweest. Dat gebeurde met de foute Nederlanders. Die werden opgepakt, werden vastgezet in kampen en wachten eigenlijk een soort snelrecht, wachten ze af.
Er werd een dossier opgemaakt, daarom liggen al die dossiers in Den Haag. Kijken wat ze gedaan hebben, waarvan werden ze beschuldigd. Hebben ze dienst genomen in vreemde dienst bij de Duitsers? Of waren ze lid van de NSB? Daar werd ook een onderscheid in gemaakt, wat voor straf je krijgt. Ja, want van de week op televisie zei een oude baas van het, nou ja, en dat vond ik wel heel erg om te horen, dat, ik heb het hier, meneer Kobelens, als je in de oorlog foute dingen deed, werd je opgehangen of geëxecuteerd. Maar zo sterk is het dus niet. Nee, dat valt ontzettend mee. Dat zijn echt de kopstukken en de grote verraders, die zijn wel berecht. Maar er zijn ook heel veel die hebben gewoon... Maar niet deze jongens als Piet. Nee. Die kregen wel gevangenisstraf. En ook dat maakt het dan weer interessant. Het ligt eraan wat je gedaan hebt. En er werden getuigen gehoord. Vaak buren, familieleden, over het algemeen ook. Om te vragen van, ja, wat voor persoon is nou is dat iemand? Met name buren werden heel vaak ingeschakeld. Want ja, familieleden konden nog wel eens een goed woordje voor iemand doen. Ja. Maar buren, die hadden er niet heel veel... En die kenden iemand door en door, want ze waren al jarenlang buren. En dan wordt er een strafeis opgemaakt. En dan afhankelijk van wat de strafeis is en de voorarrest wat geweest is, daar wordt dan een keuze gemaakt. En ook dat viel mij op tijdens mijn archievenonderzoek in Den Haag. Dat er was een Noordwijkse jongen, ook dienst gedaan bij de Waffen-SS. Nou, die was wat geharder in de strijd. Die kreeg 7 tot 8 jaar gevangenisstraf. Nou, denk je, zo, dat is een hele lange tijd. Maar ja, toen brak natuurlijk in Nederlands-Indië de oorlog uit. Het Nederlandse leger had op dat moment behoefte aan jongens. Eigenlijk iedereen die maar wilde vechten. Daar zaten ook jongens bij van de Waffen-SS. Die hadden 2-3 jaar aan het Oostfront gezeten. Dat waren ervaren strijders. Dat waren vechtersbazen, om het zo maar even te zeggen. En die werden ook gevraagd of zij dienst wilden nemen in het Nederlandse leger. In de strijd tegen Nederlands-Indië. En wat gebeurde er dan? Dan werd er een aantekening gemaakt. 7-8 jaar gevangenisstraf. Behalve als je dienst neemt bij ons. En dat is ook bij de jongen dus gebeurd. Dus van de ene oorlog in de andere gebeurd. 1945, de oorlog is voorbij. Hij wordt opgepakt. Komt een aantal maanden tot een jaar in voorarrest te zitten. Dan is zijn berechting. Hij krijgt een aantal jaar aan zijn broek hangen. En dan breekt de oorlog in Nederlands-Indië breekt uit. Want het is gewoon een oorlog. De politionele acties, zoals ze het toen de tijd noemden, dat is allemaal verzonnen om het maar te maskeren. Het was echt een regelrechte oorlog. Een beetje een guerrilla-oorlog ook. En die jongen tekent en hij wordt op de boot gezet richting Indië om daar te gaan vechten. Dus dat was dus ook dat is ook een straf, hoor. Nou, en dat is dus ook een beetje de schaduwkant waar je het over kan hebben van na de bevrijding. Ook de Nederlandse overheid is niet altijd even netjes geweest na de oorlog in de keuzes die zij maakten. Maar ja, achteraf, hè? Indië verloren, rampspoed geboren was de slogan. Dus men probeerde met hand en tand die kolonie te verdedigen en te bewaken. Ja. En ook daar werden dus jongens die bij de Waffen-SS, die zoals fout werden ingezien, werden ingezet. En dat kwam de Nederlandse overheid in zoverre goed uit, dat zij ervaren waren vanwege die strijd aan het Oostfront. Dus dat Schorem kon gelijk, hè? Dus aanhalingstekens door naar Indonesië. Ja. Ja, dat wist ik dus niet. Nee. En dat kom je dus allemaal tegen in die archieven. En dat maakt het zo interessant om die dossiers ook door te nemen. Ze zijn nog beperkt openbaar. Dat betekent dat je moet ze aanvragen via een speciale procedure. Je moet kunnen aantonen dat iemand zoveel jaar geleden geboren is. Voor mij 100 jaar na zijn geboortedatum. Dan mag je pas de dossiers inzien. Oh. Dus alle mensen die in 1923, 1924 geboren zijn, die mag je nog niet inzien, behalve als je familielid bent. Dan wel. Je komt in Den Haag aan een hele grote lange tafel te zitten. Er mogen geen foto's gemaakt worden van de archiefstukken. Je mag alles opschrijven met je laptop, overtypen of met een potlood opschrijven. En er zit een bewaker, dat is echt zo, er zit een bewaker of iemand van het Nationaal Archief, die zit aan die lange tafel om te controleren of mensen niet stiekem foto's maken, dan wel archiefstukken meenemen. En dat heeft er allemaal mee te maken dat er zulke gevoelige informatie is die erin zit, dat allemaal geheim moet gebeuren en zo zorgvuldig mogelijk. Jeetje. Je moet een goed geheugen ook hebben, maar je mag dus je wel aantekeningen. Ja, je mag je laptop ook meenemen. Dan moet je wel je laptop openklappen om te laten zien aan het begin dat je niks meeneemt. Maar ook als je eruit gaat, dat je niet stiekem een papier in je laptop hebt gedaan. Ja, het is wel goed dat daar een stukje bescherming zit. Ja, kijk, want het is net als wat nu naar voren komt en nu naar boven komt ook. Er staan hier allemaal namen op.
Die ga ik ook niet noemen. Piet van der Voort is een van de weinigen waarvan ik de naam wel noem, omdat daar in het verleden al veel contact is geweest met de familie, maar omdat er ook al in de Blauwdotter een artikeltje van hem is verschenen. Van het Vennootschap Oud-Noordwijk. Dus er is over hem al het een en ander bekend. Maar er staan hier namen op van familieleden die nu nog steeds in Noordwijk wonen. Die knagen aan dat familieverhaal. Waren er verrassingen voor je bij? Dat je dacht, jeetje, die ook? Eigenlijk niet. Wat wel een interessant verhaal is, en dat ben ik ook tegengekomen. Die staan niet zozeer op deze lijst, maar wel op een andere lijst. Is de familie Tappenbeck van Hotel Huizenduin. En de familie Tappenbeck-Huizenduin is een beetje tijdens de Tweede Wereldoorlog een splitsing gekomen. Van oorsprong Duitse familie. Er waren een aantal familieleden die kozen heel erg voor de Duitse kant, voor de Duitse bezet. En een aantal die deden dat juist bewust niet. Of die kozen voor het verzet, zoals Rudolf Tappenbeck. En dan zie je dus ook dat die jongens dan berecht worden. En dat er ook echt familieleden zitten die best wel fout waren. En één voorbeeld dat viel me wel ontzettend op. Dat is een banketbakker geweest in Noordwijk. En die verkocht op een gegeven moment koekjes aan de Duitse Weermacht. En de Duitse Kriegsmarine die ten noorden van Noordwijk zat. En daar werd steeds meer van gedacht van, hij laat zich in met de zwarte handel. Hij laat zich in. Hij gaat te veel en te vriendschappelijk met die Duitse soldaten om. En het werd niet echt op prijs gesteld. En ook van hem is dus een dossier opgesteld. Ja. Een banketbakker. Een banketbakker, ja. Een koekenbakker. Dit plaatje. Ja, we zien daar de naam Mussert staan. Ja, klopt. Mussert was de leider van de NSB. De landelijke beweging, de Nationaal Socialistische Beweging. En ook hij kwam in Noordwijk terecht. Wat ik aan het begin aangaf, Noordwijk had ongeveer 100 tot 115 leden die bij de NSB betrokken waren. Met name in de periode 1932, 1935, 1936 zie je dat het best wel goed gaat met de NSB, ook in Noordwijk. En die leden hebben eens in de zoveel tijd hebben ze een vergadering. Nou, en nu komt de grote leider Mussert in Noordwijk aan Zee, komt hij eraan. En dan wordt er gesproken over de toekomst van Nederland. Ik wil hier nog wel bij ook zeggen dat de NSB heeft zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog een hele slechte naam gekregen. De beweging was van oorsprong, toen het in de jaren begin jaren 30, aan mijn hoofd 31 werd opgericht, was het niet zoals het later zou gaan zijn. Bijvoorbeeld het anti-Joodse element wat later naar voren zou kunnen komen, dat was bij de NSB over het algemeen aan het begin helemaal niet het geval. De NSB is opgericht als beweging ook om uit die crisis te kunnen komen, uit die crisis te kunnen geraken. En ook dat, ook die parallellen zou ik wel willen trekken met partijen die tegenwoordig in de Kamer zitten. Ik wil niet gelijk een vergelijking maken. Maar er zijn bepaalde partijen die propageren iets, die zeggen iets, die vermelden iets. En dat zou je kunnen vergelijken met hetgeen wat in die tijd gebeurde. Mensen hadden het slecht, het ging niet heel goed. Ja. Er kwam een sterk persoon op, of er kwam een persoon op die zei, we gaan het anders doen. Nou, die was dan ook nog een charismatische spreker. Dat zie je vaak bij die mannen. En dat gebeurde in die tijd, maar dat gebeurt tegenwoordig, gebeurt dat nog steeds. Mensen zijn niet veel wijzer geworden, lijkt nee, het. Nee, je zou van de geschiedenis... De geschiedenis herhaalt zich. Ja. Vind ik wel kwalijk. Ja. Ja, want waar stond en wat betekent NSB? NSB is een Nationaal Socialistische Beweging. Staat erbij, sorry. Ja. Sorry. Dan hebben we hier een... Dit is ook een Noordwijker, een markante figuur. Die ook bij de NSB... Zoals die laarsjes, dienst nam. Die voetjes. Ja. En hij was ook overtuigd NSB'er. En zo zag je in die tijd meer jongens rondlopen. Ja, want hadden die een apart pakje? Ja, die hadden een apart uniform hadden ze aan. Ze hadden ook een onderscheidingsteken. Nou, noem maar op. Dat is allemaal in die tijd is dat allemaal bedacht en verzonnen. Zo liep hij dus niet altijd. Maar zo stond hij dus af en toe in het dorp. En dat zie je dus ook, dat deze jongens veel contact houden met elkaar. Logisch, ze zijn allemaal horen allemaal bij de NSB, maar ze houden dus ook heel veel contact met het front. In 1944 krijgen wij een nieuwe burgemeester in Noordwijk. Dat is de NSB-burgemeester Musegaas. En dan wordt er een groot welkomstfeest gegeven. Daar is hij dan ook bij, en ook anderen zijn daarbij. En zij komen bij elkaar.
verwelkomen de nieuwe NSB-burgemeester. En dan zie je ook hoe de verhoudingen in zo'n dorp liggen. Noordwijk kent aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 12.500 inwoners. Ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1942, wordt ongeveer een derde wordt noodgedwongen geëvacueerd. Dus er blijft nog het een en ander over. Mm-hmm. Maar er is dus een hele kleine groep die dus voor de NSB kiest of voor Duitse dienst kiest. En dat is dus ook wel opmerkelijk dat je kijkt naar een vrij grote bevolking. Althans, een vrij grote bevolking van de 12.500 mm-hmm. Noordwijkers die er zijn. Is denk ik een groep van 300 à 400 die echt in Duitse dienst is getreden. Best veel. Ja, percentueel natuurlijk was niet. Was het gemiddeld in Nederland? Ik denk dat het gemiddelde zo was. Dat het beschrijft Evert-Jan van Roekel ook in zijn boek. Dat voornamelijk hier in het westen van het land, daar de meeste sympathisanten in ieder geval voor die Waffen-SS vandaan kwamen. En minder in de rest van het land. En het is ook afgezet richting het feit dat er hier natuurlijk veel meer mensen woonden dan in de rest. Maar later, als je de boeken leest, ook kinderboeken, mm-hmm. Werden zij betiteld als de verrader. Hè? Ja. NSB verraden de Joden. En dat is dus een grijs verhaal en een grijs gebied. Ja. Bijvoorbeeld ook kinderen die geboren worden als binnen een NSB-gezin, vader en moeder, of alleen vader was voor de NSB. Ook vaak zie je daar frictie, hè? Dat een vader die kiest voor de NSB of voor de Duitse kant, vrouw is er totaal niet blij mee, die laat dat ongenoegen ook uiten. Maar ja, in die tijd heb je als vrouw helaas niet te veel te zeggen. Dus je gaat ook eens met een soort van schaamte door het dorp dat jouw man voor de Duitsers heeft gekozen. Ja. En kinderen worden dan geboren in een NSB-familie, een NSB-gezin, en zij kunnen daar niks aan doen. En het erge daarvan is dat zij dus ook na die Tweede Wereldoorlog, tijdens die bevrijding al, krijgen zij te maken met leuzen. Soms worden ze in elkaar geslagen door andere kinderen, omdat ze NSB'er zijn, NSB-familielid zijn. Ja. En ook dat is dan weer een parallel, een vergelijking die je kan trekken met het heden. We hebben natuurlijk de Syrië en de jihadisten of de Syriëgangers die daar naartoe zijn getrokken. Ook daar zijn kinderen meegenomen met hun vader en moeder die daar de strijd aan gingen. Of kinderen daar die daar geboren zijn. Ja. En die worden geboren in een uitzichtloze situatie. Een situatie waar ze zelf geen enkele hand in hebben. Zij hebben daar niet voor gekozen. Ja. En ook daar is dan weer, daar is de Nederlandse overheid toen ook een tijdje zat ermee in zijn maag. Wat doen wij ermee? Ja. Moeten we ze laten terugkomen of niet? Ja, die kinderen kunnen daar sowieso niks aan doen. Dus waarom zouden die kinderen niet terughalen? En het hetzelfde in van veel de discussie. Ja. En dat speelde toen ook al, 80 jaar geleden, mensen. Die burgemeester, die foute burgemeester, wat is daarmee gebeurd? Nou, de NSB-burgemeester Muzegaas, die heeft eigenlijk tot september 1944 heeft hij een dagboek bijgehouden. Beschreef hij dus ook wat hij deed in het dorp en wat er gebeurde. Toen is het een hele lange tijd stil. September, 5 september 1944, dolle dinsdag, dan vluchten heel veel NSB'ers. Omdat men denkt dat in Nederland dan de geallieerden aan de poorten staan. Nou ja, uiteindelijk duurt het nog tot mei 1945 voordat we uiteindelijk bevrijd zijn. Muzegaas is in de tussentijd wel teruggekomen. Wat hij in de tussentijd heeft gedaan, dat is een beetje de vraag. Want dat dagboek houdt op 5 september of 4 september 1944. En daarna heb ik niks meer kunnen vinden qua brieven van hem. Oh. Maar ik heb wel een aantal andere archiefstukken kunnen vinden dat hij onder andere ook waarnemend burgemeester van Noordwijkerhout wordt. Dus hij was zijn tijd eigenlijk al ver vooruit, al zou je kunnen zeggen. En hij wordt in mei 1945 opgepakt. Hij wordt in Leiden vastgezet en uiteindelijk wordt hij berecht. Hij wordt ook gevangen gezet. Oh. Hij moet zijn revolver, zijn pistool heeft hij in die tijd, die moet hij ook inleveren. Hij wordt gevangen gezet en zijn vrouw en kinderen die worden uiteindelijk, zijn vrouw en kind, sorry, die worden vrijgelaten. Die schrijven op een gegeven moment net, ik denk een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog, na de bezetting, schrijven die nog een brief aan het gemeentebestuur van Noordwijk of ze niet toevallig een vergoeding zouden kunnen krijgen. Want ja, hun man, de kostganger, zit in het gevangen, die zit in de bak. Maar uiteindelijk zegt Noordwijk, gemeente Noordwijk, u bent ingezetene van de gemeente Den Haag. Het is niet aan ons om daar iets mee te doen. Dus op die manier heeft de gemeente Noordwijk op dat moment goed de boot afgehouden. Maar heeft hij het uiteindelijk wel overleefd. Interessant aan Muzegaas is, ik weet dat er foto's zijn van hem in het archief in Delft. Maar ja, ook daar geldt weer privacy. Bepaalde rechten zitten erop, dus ik heb daar helaas geen foto's van kunnen nemen. Ik hoop nog steeds dat er een keer een foto van hem tevoorschijn komt. Niet om hem zwart te maken, want hij heeft ook een bepaalde, laat ik zeggen, een goede rol gespeeld in
het beperken van de sloop van gebouwen in Noordwijk. Maar gewoon om een beeld erbij te krijgen. Mm-hmm. Wat voor man dat nou wat voor man dat is geweest. Een totaalbeeld ook. Een totaalbeeld. Dat het niet alleen uit de brieven komt. Ja. Maar dat je er ook een gezicht erbij krijgt. Zoals wij net bij Piet van der Voort zagen. Dat de verharding die zo'n oorlog met zich meebrengt. En uiteindelijk is dat ook, en dat is natuurlijk een beetje een cliché, en het is misschien een beetje een dooddoener, maar het is wel zo, een oorlog kent uiteindelijk alleen verliezers. Verliezers. Dat lees je nu ook al hier en daar in de media. Want kijk, er waren ook wel, ook zelfs Duitse soldaten, die ook mensen hebben gered. Ja, hè? Klopt. Die dus juist de boel niet verraden. Ja. En die langsliepen en zeiden, we hebben niks gezien. Dus... Nee, en dat is dus ook het verhaal van het zwart, wit en het grijze vlak. Exact. Het wordt net na de Tweede Wereldoorlog wordt er geschreven. En dat is voornamelijk ook over het Nederlands verzet. Het Nederlands verzet was goed. De Duitse bezetter, de verraders, die waren allemaal slecht. De Duitse soldaten die in Nederland kwamen, die waren ook dienstplichtig. Die moesten. Ja. Die hadden niet allemaal getekend, die moesten ook hier naartoe. Die werden weggerukt, jonge mannen weggerukt van hun familie. Sommige jongens uit Duitsland, die hadden naar bewijzen van de dorpsgrenzen, zijn ze nooit overgestoken en nu worden ze opeens in een ander land gezet. Ja. Dan heb je het in Nederland en in Frankrijk nog een soort van aardig getroffen, want je kan dus ook naar het Oostfront worden gestuurd of elders. En die jongens die komen hier en er zijn dus inderdaad verhalen dat men vriendschappelijk met elkaar omgaat. Ja. Men zegt gedag, er zijn Noordwijkers die gaan gewoon zo goed als het kan vriendschappelijk met elkaar om. Ja. En er zijn dus ook verhalen dat er Noordwijkse meisjes, die worden verliefd op een Duitse soldaat. Die werden kaal geschoren. Na de oorlog werden die kaal geschoren. Ik heb ook briefjes gevonden in het huis van mijn oma. Ja. En ook dat zijn dingen. Op een kar door de straat, hè? Ja, klopt. Ja, door een kar werden ze opgehaald thuis en dan werden ze op een kar werden ze door het dorp gereden om te worden kaal geschoren. Ja, het zijn Jonge meiden, weten die veel, ook naïef, beetje 15, 16 jaar. Maar dat is hetzelfde met de jongens ook. Ik wil het helemaal niet bagatelliseren, ik wil het helemaal niet goed praten. Maar jongens die 18, 19 zijn en kiezen voor Duitse dienst. Die jongens zijn 18, 19, die zoeken avontuur. Wat weten ze? Wat wist ik toen ik 18 was van de wereld? Mijn beeld, ik word morgen 31. Oh. Mijn beeld is heel anders. Ja. Dan toen ik 18 was. Tuurlijk. En dat komt door levenservaring. Je leeft het niet door, maar daarmee is het weer anders. Als je een hele leven terugkijkt. Ja, ja. En dat we worden steeds wijzer. Ja, maar ook de omstandigheden veranderen. Je krijgt veel meer informatie. Gelukkig wel. En daardoor zou het zo mooi zijn als we dingen genuanceerd, zoals jij nu ook mooi doet, genuanceerd brengen. Ja. Mensen fout, tussen aanhalingstekens, mensen die andere keuzes hebben gemaakt. Ja, klopt. Want dat is eigenlijk wat we willen zeggen. En of het goede is, dat zal blijken. Nou, en dat is gelukkig wat er nu steeds beter gaat. Die geschiedschrijving, het schrijven van de geschiedenis van net na die Tweede Wereldoorlog, dat was eigenlijk, er waren twee kanten. Er was een goede kant en er was een foute kant. En daar dus was geen onderscheid. Ja. En je ziet gelukkig de laatste jaren dat daar wat meer onderscheid in wordt aangebracht. Nu moet ik er wel bij zeggen, op het moment dat jouw familie natuurlijk zoiets vreselijk heeft meegemaakt, Joodse families die gedeporteerd zijn, vermoord zijn in de concentratiekampen en die na de oorlog terugkomen in Nederland en eigenlijk door de Nederlanders ook met hun nek worden aangekeken van vertel me er niet spullen van, kwijt, spullen huis kwijt, huis kwijt, noem maar op. Slecht en dat opgevangen. Zit in je familie, dan snap ik heel goed dat die oorlog nog steeds doordendert. Ja. Maar er zijn zoveel grijze verhalen die hopelijk steeds meer naar buiten kunnen komen om die balans te kunnen brengen. Want er zijn natuurlijk, ook zij hebben verdriet gekend. Ja. Ja. Iedereen, wat je zegt, oorlog, verliezers. Alleen maar verliezers. We hebben toch nog een plaatje, want we raken aan de tijd. Maar dit is Noordwijk? Ja, de Binnenlandse Strijdkrachten Noordwijk. De Binnenlandse Strijdkrachten wordt in september 1944 opgericht eigenlijk als overkoepelend orgaan van alle verzetsgroepen die er in Nederland zijn. Ja. Er zijn eigenlijk vanaf het begin van de bezetting in mei 1940, eind mei 1940, gaat het verzet in Nederland ontstaan. Verschillende groepen, er zijn verschillende stromingen, er zijn communisten, noem maar op, er zijn verschillende stromingen. En naarmate de geallieerden steeds dichterbij die bevrijding komen in 1944, wordt besloten, die verzetsgroepen, het is allemaal goed wat ze doen, het is allemaal leuk wat ze doen, maar we willen ze wel een beetje onder controle houden. Nou, dan wordt de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht, oorspronkelijk de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, de NBS, maar dat lijkt dan weer te veel op NSB, dus wordt het ook vaak BS genoemd. Oké, BS Noordwijk. En die worden ondergebracht onder leiding van Prins Bernhard, om een beetje
nou ja, leiding te kunnen geven aan dat groepje verzetslieden. Want je kunt je ook voorstellen dat er bij die verzetslieden ook gasten bij zaten die ook maar deden wat ze wilden. Wat nu ook gebeurt. Wat nu ook gebeurt. Dus ook daar zijn bepaalde parallellen die je kan zien in vergelijkingen. En deze BS in Noordwijk, dat was een behoorlijke club. Naarmate de bevrijding daar was, werd de club steeds groter. Dat kenmerkt ook wel een beetje de mensen. Op het moment dat het goed gaat, dan kiest men ervoor. Op het moment dat het slecht gaat, dan kiest men er niet voor. Ja. En dit is dus de kop van de lijst van politieke gevangenen die naar Leiden zijn overgebracht. En je ziet ook mannen staan. Nou, dat worden dus alle mannen genoemd. Er is ook een lijstje met vrouwen. Ik heb bewust ervoor gekozen om deze afbeelding te laten zien. Want hieronder staan allemaal namen genoemd. Maar dat gaan we niet, dat gaan we niet doen. Dat is ook een van die archiefstukken die je dus tegenkomt. Waar dus dossiers van zijn van die mensen in Den Haag, waar zulke bijzondere verhalen achter zitten. Zijn er ook wel mensen onterecht opgepakt, denk ik? Nou, er zijn onterecht, dat is de vraag. Er zijn altijd verhalen en er worden echt wel getuigen gezocht. Dus er wordt echt wel geprobeerd. Oh, okay. Er wordt echt wel geprobeerd om in ieder geval niet iemand zomaar. Ja, in mei 45, toen de dames die met de Duitse soldaten waren omgegaan, die werden echt daadwerkelijk zonder proces gewoon opgepakt. En ook daar zijn er verhalen van bekend dat het niet eens, dat er ook dames bij zaten die niet eens echt fout waren. Maar hier wordt echt een dossier van opgemaakt. Soms hoor je daar wel een beetje de strafmaat die ze krijgen. De straf die ze krijgen. Er zijn verhalen van bekend van mannen die bij wijze van alleen maar lid waren van de NSB, die krijgen 2 jaar. Dat zie je dan ook in die stukken terug. En andere jongens die echt wel wat meer hadden gedaan, die krijgen dezelfde straf of die krijgen een lagere straf. Ja. Dus dat is een beetje. Maar je moet niet vergeten, in die tijd, net na de Tweede Wereldoorlog, veel wrok. Mensen willen rechter in hun eigen hand zijn. Zodoende wordt ook die berechting snel opgesteld. Om maar te zorgen dat er snel berecht wordt, zodat niet de mensen eigen rechter gaat spelen. Ja, mensen het heft in eigen hand nemen. Ja. En dan zie je dus dat er ook foutjes worden gemaakt. Maar dat gebeurt bij het recht tegenwoordig, gebeurt dat ook nog steeds. Zeker. Nou, dan hebben we hier het laatste beeld, denk ik. Ja. Strijd mee, Vrijwilligerslegioen. Ja, dit is het Vrijwilligerslegioen Nederland. Een van de eerste, eigenlijk de voorloper van die Waffen-SS strijders. Onderdeel, het is een beetje lastig om uit te leggen, maar men wilde niet aan het begin te snel bij de Waffen-SS en dus bij de Duitsers horen. Ze wilden eigenlijk een soort eigen Nederlands legioen oprichten, zodoende het Vrijwilligerslegioen Nederland. Later zien we dat het natuurlijk gewoon allemaal onderdeel wordt van het Duitse Waffen-SS en het Duitse leger. Mm-hmm. Maar met deze strijd of deze posters probeert men dus mensen te overtuigen. Strijd mee. En dan zie je daar een aantal Russische figuren afgebeeld op de voorgrond. Duitse soldaten die erachter zijn. Wederom met het mooie uniform en gewapend met karabijn. En voor ons volk, voor ons vaderland en voor Europa. Men dacht daar in die tijd al aan om dus te strijden aan het Oostfront. En dit was wel goed dan? Ja, dit was ook Duitse propaganda propaganda. Pro-Duits. Want deed het Nederlandse leger geen oproep? Nee, dat was natuurlijk plicht. Nederlandse leger heeft natuurlijk wel dienst gedaan tijdens mei 1940, tijdens de meidagen. Maar dat wordt op een gegeven moment op last van de Duitsers wordt dat ontbonden. En dan is er geen Nederlands leger meer. Oh, het werd helemaal ontbonden? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, want het Nederlandse leger was verslagen. Ja. Dus er is geen leger meer. Wat een verhaal. Ja. Tot slot, Koen, heel erg mooi. En ook mooi hoe je het allemaal hebt verteld. Zie jij inderdaad, kort gezegd, parallellen met welke oorlog dan ook? Zit er een bepaalde volgorde in van hoe dingen gebeuren? Ja, zeker. Hoe dingen gebeuren, dat is vaak. Er zijn altijd oorzaken die dan weer onder te scheiden zijn in langlopende en directe oorzaken. Er is altijd een bepaalde nationalistische gevoelens die bij oorlogen komen kijken. Zeker nu, maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat je ziet als je bijvoorbeeld kijkt naar de beweegredenen van wie mensen. Wie is er begonnen? Wie is er begonnen? Ja, dat is altijd lastig. Hè? Wie is er begonnen? Want er zal ook nu in de strijd in Oekraïne. Ik ben daar geen expert in, helemaal niet. Ja, maar ook in de strijd in Oekraïne. De Russen vallen niet zomaar binnen. Ook daar zitten wrokgevoelens van
het uiteen van de Sovjet-Unie. Oud-zeer. Oud-zeer, dat zie je ook in de Eerste Wereldoorlog. Dat zie je in de Tweede Wereldoorlog. Dat speelt allemaal mee. Dat speelt bij families tegenwoordig ook. Dat speelt bij mensen. Dat speelt, nou, dat zit in de mens, om de een of andere reden. Een stukje egoïsme, dat blijft altijd bestaan, ook bij de mens. En als je bijvoorbeeld kijkt naar parallellen en vergelijkingen, als je over de beweegredenen van die jongens hebt, en dat vind ik zelf, vind ik dat altijd wel een interessante, of het helemaal terecht is, dat weet ik niet. Maar je ziet jongens die dienst nemen bij de Waffen-SS, die kiezen ook deels voor avontuur, maar ook vanwege een ideaal, hè, tegen de communisten. Nederlandse jongens kunnen gewoon in Nederland blijven en werken, maar kiezen daar bewust voor. Dat zie je tijdens de Spaanse burgeroorlog in de jaren 30 in Spanje. Ook daar worden vrijwilligerslegioenen opgericht om te vechten tegen de troepen van Franco. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurt dat dus. En nu in Oekraïne gebeurt het eigenlijk ook. Dat de overheid van Oekraïne roept dus op aan mensen, wie maar wil in Europa, buiten Europa, wie wil de wapenen oppakken tegen de Russen. Dus je kan wel bepaalde vergelijkingen en parallellen trekken, als je er maar altijd wel bewust bent dat het is de tijdgeest van nu. En dat is ook het lastige aan het verhaal van die Tweede Wereldoorlog. Wij kunnen nooit met onze ogen die wij nu hebben kijken naar hetgeen en de keuzes die mensen maakten tijdens die Tweede Wereldoorlog. Dat kunnen dus we nooit doen. De keuzes die vandaag worden gemaakt, dan weten we pas over jaren verder. Ja. Terugkijkend hoe het heeft gezeten. Ja. Laten we hopen dat het kort duurt in de Oekraïne. En dat het snel, heel snel beslecht wordt. Dat ze blijven praten met elkaar. Gelukkig wel. Jij hebt dat in ieder geval gedaan met mij de afgelopen uur. Ik wil je daarvoor danken, Koen. U thuis dank voor het kijken. En graag tot de volgende keer.